Welkom bij NL Magazine Going to the Movies. Ik ben Patrick en hiernaast mij zit mijn vriend Maurice. En wat gaan we vandaag gaan doen? Wij gaan vandaag bespreken wat we het laatste half jaar bekeken hebben. Dus we doen even recap. Zes maanden later. We hebben een paar goede films gezien. We hebben een paar slechte films gezien. Klopt. We hebben nu van een hoop films gezien. Laten we het daarop houden. We hebben ook onze persoonlijke top 3. Hebben we. Die gaan we jullie ook noemen. En kick it off, Maurice, zou ik zeggen. Ja, over het hele half jaar. Of het moet het hele half jaar. Het hele half jaar. Over of ik echt iets heb gezien waarin ik wauw, super. Dat niet. Wel leuke films gezien. Ja. Maar ik heb niet, nog niet. Ja, wat is super, hè? Nou, wat is super? Is het pas als het. Kijk, The Godfather vind ik ook niet pas super. Ik weet niet, toen het uitkwam, was het toen ook al super. Weet ik niet. Nee, maar je hebt wel gewoon dat je. Nou, dat is gelijk de nummer 1. Ik heb nu echt wel goed moeten nadenken. Nou, dat is wel, dus, heb je wel gelijk. Ja. Dus, maar het is niet zo dat er alleen maar slecht. Nee. Het waren goede films. Maar ik bedoel, het is niet eentje die heel erg erbij springt. En dat is ook wel zo. Meestal het eerste half jaar worden op mij na. Worden vaak de wat mindere goden getoond. En het tweede half jaar. Het is met grote vakantie plus. Kerst zie je toch dat er wat betere films komen. Dus Star Wars, eind van het jaar, Thor komt uit. De grote klappers komen zomer en nazomer. Ja. Ja, dat is meestal zo. Zelfs volgende week, die we dus in de tweede half jaar gaan behandelen, de Spider-Man. Spider-Man. Die valt dus niet onder dit half jaar, maar het volgende. Dus misschien is dat wel een hele goeie. Maar in ieder geval, ik ga te kijken naar. We gaan het zien. Ja, maar überhaupt gewoon mijn impressie. We hebben natuurlijk ook wel films gekeken waar we normaal dus niet naartoe zouden gaan. Nee, en maar daar zat toch alles mee, voor jullie ook. Ja. Ja, en daar zitten best wel wat verrassingen bij. Dus daar, die komen ook terug in mijn top 3. Overal. Ja, ik ben wel tevreden over. We hebben altijd wel leuke films. Pak eens even Airlight bijvoorbeeld. Airlight, dat is mij nog wel bijgebleven. Zit trouwens niet in mijn top 3, maar hebben me wel bijgebleven als. Ja. Vond ik een verrassende film. Het verhaal was verrassend, het einde was verrassend. Ja. Vond ik een goede film. Vond ik wel gewoon een goede film. Ja. Daarentegen hebben we ook Sleepless gekeken, een klote film. Ja, en dat is het interessante is dat Sleepless hadden we best wel wat van verwacht. Ja. Jamie Foxx had. Dat je verwacht. Die heeft bijvoorbeeld met Django heb je goede rol in gezet. Dus ik denk van, zeker nou, dat, weten. Ja. Hij kan dat aan. Hij kan dat, ja. Maar dat was dus niet zo. Dus ik kan het toch wel dragen. Ja, nou, we hebben wat van die humorfilms gezien, zoals Fistfight. Fistfight, maar en Baywatch. Dat zijn helemaal leuke filmpjes. Dat zijn geen films waar je. Nee, die komen niet dan moet je nadenken, wat hebben we ook weer gezien. En dan moet je echt nadenken en gaan terugkijken, wat hebben we gezien. Want die films poppen niet in je hoofd op. Nee, dat zijn echt wel gewoon degene die leuk met een biertje. Ja. Nou ja, wat op zich wel waar maakte, vond ik natuurlijk Guardians. Die heeft gewoon waargemaakt wat hij moest doen. Klopt. Niet heel vernieuwend. Niet vernieuwend, nee. Dus het ging wel door op zijn eigen. Zwakker dan één. Ja. Vond ik juist. Nee, maar één was ook verrassend. Ook de muziek vond ik zwakker dan. Ja. Dus wat dat betreft. Ja. Maar ik vond hem wel alsnog leuk. Het was nog een leuke film. Ja. Dus wat dat betreft. Dus daar hebben we gewoon goed gedaan. Nou, de grootste verrassing, maar die komt, vind ik, Split. Ja. Gaan we zo meer over hebben. Want die zit ook toevallig in alle onze. Bij de top 10. Bij de top 10. Top 3. Dus daar, ja, dat was wel iets wat ik dacht van, nou, dat is leuk. Maar, dat zei je ook toen we hiervoor net nog, van, dat kan wel een risico meedragen. Want nu verwachten we dus wat voor deel 3 in feite. Want dat wisten we dus niet, dat het eigenlijk dit klopt, deel 2 was. Klopt, dat deel 2 was, ja. Dus dat, als dat nou, deel 1, Unbreakable, was een goede film. Echt wel een goede film. Deel 2, Split, een goede film. Dus, nu is de vraag gewoon over 3 is hoog. Die kan het maken of breken. Klopt. Maak hem of kraak hem. Ja. Zeker weten. Ja, dus daar zit even de. Kijk, ik zit verder. Zit nog. Nou, ik vond trouwens Arthur ook meevaller. King Arthur? Ja. Die had ik. Die was echt een meevaller. Meevaller. Ja. Die heb ik trouwens uiteindelijk net niet gered. Nee, heb je het sowieso niet gered. Nee. Ik zit verder te kijken. Ja, er staat natuurlijk ook weer. Kijk, we hebben toevallig pas alleen over gehad over Pirates. Kijk, dat zijn. Pirates. Dat zijn van die franchises die moeten gewoon een keer stoppen. Ja. En. Wat ook wel bijzonder was, dat vind ik wel een bijzondere film, is Logan. Daar hadden we heel veel van verwacht. Klopt. En wel met plezier naar gekeken. Ja. Alleen, we moesten alle 50, dat hebben we gezien, even in het lijstje kijken. Oh, Logan. Hoe kun je eigenlijk niet vergeten? Ja, ook één vergeten, omdat hij dus eigenlijk niet. Hij was eigenlijk niet memorable, zal ik maar zeggen. Nee, hij was het was een goede film, speciaal. Ja, hoor. Weet je, anders dan de rest. Ja, ja, ja. En toch. Toch staat hij ook niet bij mij, maar toch nee. Nee. Heeft hij het niet gered bij mij. Dus ook die heeft dit niet gered. Nee. Terwijl het wel een goede film was. Ja. Dus dat maar ja, ook een beetje. Het hangt heel. Die film hangde echt om de karakters. Ja. Echt op de 3 karakters. Ja, en hij was ook wel af en toe traag. Klopt. En ik weet ook nog steeds niet welke kant hij nou op moet gaan. Nee. Maar ja, dat zien we weer het komende half jaar. Instans in X-Men First Class, volgens mij. Hè? Of hebben we die al gehad? Ja, nou ja, in de volgende X-Men movie in ieder geval. Er komen weer meer uit. Ja, welke kans op gaan natuurlijk. Of ze verder gaan in die tijdlijn, of als ze weer teruggaan naar de vorige tijdlijn. Dus,
Het is ook de klote tijdlijn, daar word je ook een beetje poes van. Ja, dat is heel irritant met heel veel van die series. Oh ja, en natuurlijk, niet te vergeten, Wonder Woman. Dus de eerste DC-film die eigenlijk wel een beetje succesvol was. Ja, maar ja, doet het in ieder geval tot heden beter dan Superman en... Ja. Je kunt ook zeggen dat The Mummy ook een DC-film is, maar... Is dat zo? Nee, Dark Universe. Ja, maar dat is wel van DC. Geen DC, toch? Ja, wel van DC. Dark Universe. Ja, vergeet. Oké, ik dacht gewoon van Universal hoor, maar... Nee, ik dacht van DC's. Weet. Nou, dan gaat Maurice nakijken en dan ga je straks hier onder in het beeld zien, ga je wel, van wat het, hoe of wat. Dat is wel even weten natuurlijk. Maar in ieder geval, dat was, die heeft het, ja. Dat was een leuke film, maar die... Ja. Dus maar ik weet ja, het was een leuke film, maar eigenlijk, de meningen zijn erover uit dat hij eigenlijk waarschijnlijk het begin van Dark Universal al een beetje gesloopt heeft. Ja, dus dat is jammer voor ze. Er komen er sowieso nog twee extra uit, twee films in de Dark Universe. Dus hopen dat dan... Ja. Ja, de saga continues. Ik vind het wel leuk. Ik vond het wel meevallen hoor. Dus, maar ja, daar hebben we vorige keer webbelkaar uitvoerig over gesproken in ons review. Dus ik wil nou wel eens horen, Maurice. Ja, top 3. Wat is jouw top 3? Oké, nummer 3. Allied. Omdat ik toch, toen ik eruit kwam, dacht ik van, nou, daar zit toch even je keeltje zat hier mee. Vindt. Oh, ja. Dat is apart. Een traan. Ja, een traan kon je wegpinken. Ja, goede film. 2, Guardians. Waarschijnlijk heb je dat hoogste cijfer qua review gekregen, maar... Als ik nu, na een half jaar terugkijkend, gewoon een goede film, leuke film, super genoten, leuke die zin. Maar hij is niet mijn nummer 1 geworden. Dat is uiteindelijk toch Split. Ja, dat vond ik toch nog steeds. Maar, er zit ook een voorbehoud onder natuurlijk, maar tot nu toe is hij gewoon mijn beste. Mocht deel 3 echt helemaal niks zijn, ja, dan is het jammer, maar dat kan je nu niet zeggen. Nee, klopt. Dus nu, je moet nu gewoon zeggen, nu zeg het heeft indruk achtergelaten bij je, dus dan moet je gewoon zeggen. Ja, ik vond hem heel leuk. Okay. En zeker... Ik ben het met Jens. Mijn nummer 1 was Split. Ja. Mijn nummer 1 was puur Split, omdat ik hem A nog onthouden heb. Dat ik denk, welke heb ik gezien? Split springt erin. Niet om het verhaal. Het verhaal was goed. De cast was goed. De film was prima. Het gaat mij puur om dat het de fucking grootste verrassing in de laatste 2 seconden dat hij aan het barretje zat. Ja. En dat dan blijkt dat het... Ja, dat volgens mij unbreakable is. Ja. En daar heb ik ook zo van verrast. Dat ik me zo verrast dat ik dacht van, jezus... Ja, dat maakt hem voor mij. Ja. Dat maakt hem de verrassing van de laatste 6 maanden, moet ik zeggen. Ja. Nummer 2, Guardians of the Galaxy. Vond ik wil zeggen wel bijna minder dan nummer 1, dat ik al zei. Maar toch is dat nog steeds over deze afgelopen 6 maanden. Hij was gewoon goed. Hij was gewoon leuk. Ja, was gewoon goed. En nummer 3. Ja, ben ik benieuwd. Brimstone. Ja, die heb ik niet gezien. Dus dat... Ja, dat is jouw toch wel een beetje misser, eigenlijk hè? Een dikke misser, moet ik zeggen, Maurice. En ik zou ook zeker even gaan kijken nog. Want... Ja. Als er een film dit half jaar op mij indruk heb gemaakt, was het Brimstone. Ik ben nog nooit met buikpijn uit een bioscoop gegaan van een film, maar bij Brimstone wel. Wat in die film gebeurt... Nou moet ik zeggen, ik ben altijd een hele grote filmliefhebber geweest in mijn leven, tot op heden. En ik heb echt heel veel films gezien. Maar nog nooit zo'n film zoals deze. Nog nooit een film waar ik bijna mijn buik had. Tot de zwaarste horrors, tot de meest grootste jaren 80 verkrachting en weet ik wat allemaal... Dit is toch wel behoorlijk hoor. Okay. Dus die, hoe heet hij weer, die Colover? Regisseur, ja, die Colover, die heeft echt een zieke geest. Als je nu tegen mij zegt, Patrick, zou je hem nog een keer willen zien? Nee, absoluut. Okay. Ik wil hem absoluut nooit meer zien. Ik wil nooit meer zien die film, nooit meer zien. Hij heeft zo'n verschrikkelijke indruk gehad. Ik wil hem gewoon niet meer zien. Ik ken hem van voor naar achter, ken ik hem nog helemaal in mijn hoofd afspelen. Verschrikkelijk vind ik het. En dan zeg jij van, jij Maurice, moet wel even kijken. Ja, maar dat is gewoon de indruk die hem achterlaat. Okay. Dat doet hem gewoon. Dat is gewoon... Maar ik wil hem nooit meer zien. Ik wil hem echt nooit meer zien. Als hij nu op tv komt en ik zie hem, ik heb volgens kanaal. Oké. Okay. Dat is goed, dat is een goeie. Dus wat dat betreft... Hey, even nog iets. Dat schiet me even te binnen. Wat denk je voor films waarvan jij denkt, nou, voor het komende half jaar? Wat je denkt, daar wil ik graag naartoe. Thor Ragnarok. Ja? Daar wil ik zeker naartoe. Dat lijkt me die wordt fantastisch. Ja. Denk ik. Hoop ik ook, ja. Moet je maar zien. Maar die heel hoge verwachtingen heb ik in ieder geval. Ja. Volgens mij aan het eind van het jaar krijgen we Star Wars natuurlijk. Ja, Last Jedi. December toch? Last Jedi? Ja, dat wordt Amsterdam IMAX, zou ik zeggen. Ja. En komt er nog iets van Marvel uit volgens mij rond het einde? Nee, de Thor heb je natuurlijk. Ja. En wat ik ook... Die ook nog een volgend jaar pas. Ja, Spider-Man. Die is ook... Spider-Man. Ja. Die komt volgende week al. Dus, dat is vrij snel. Nee, en die andere science fiction film.
Valerian, Valerian, ja. Ja, Valerian. Daar ja, verwacht ik heel veel van. Daar willen we ook wel heel graag aan toe. Want daar zijn de voorstukjes waren ook heel goed. Goed door die trailer. Echt en, heel goed, ja. En het is de regisseur van Fifth Elements. Ja. Nog een aantal. En ja. Lyon. Dus dat kan iemand, dat kan een hele... Kan een verrassing worden. Ja. Dat kan misschien wel, die kan Star Wars verslaan in mijn... Ik ben echt Star Wars fan. Ik zie het vaak niet, maar ik denk, als dat kan, die kan dan echt een nieuwe laag, ambitielaag geven op, binnen de sci-fi. Dat is even zo, die hebben zoveel stappen gedaan. Ook qua effecten en dat soort dingen. Ja, een hoop hebben geprobeerd. Ja. Ik denk aan een... hoe heette die nou, die film met die gozer, dat hij naar een andere planeet ging. Jij werd verliefd daar en... Carter. Carter, John Carter. Ja. John Carter. Dat vond ik echt een leuke film. Leuk film, ja. Echt een leuke film om te zien. Maar ja. Je hebt niet verder, ja. Niet gered. Dat had ook een saga kunnen wezen van mijn part. Het zag er heel goed uit. Hij had een goed verhaal, goede actie. Ja. Prima, we zaten prima in elkaar. Nee, dus... Maar dat is ook niet geworden. Nee, dus ik ben heel benieuwd hoe dit... dus dat vind ik even iets waar ik naar zit te kijken. Ja. Ja, en af en toe, dat is natuurlijk het leuke. We gaan natuurlijk zo vaak naar de bioscoop toe. Soms heb je ook wel eens wat kleinere films. Klopt. Verrassend ook. Ja, verrassend, uiteindelijk. Ja. Split is geen grote film. Nee. Maar die is bij ons wel de nummer 1 geworden dit half jaar. Dus. Ja. Klopt. Het zegt niet altijd dat... Nee, je hoeft niet altijd een blockbuster. Hij heeft toch Guardians verslagen in onze ogen. Ja. Ja. En daar zit even heel wat meer in. Dus. We gaan stoppen met het bloedgehouden worden. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende film. En wij kijken ernaar uit. En ik hoop jullie ook. Ja, dank je. Doeg.